Zie, katten zijn altijd zo grappig, hè? Ja, ja, hilarisch. Katten, dat zijn toffe beesten, hè. Ja. Zeg, Elvis, misschien moet jij leren jongleren. Dan kan ik je filmen en... Oh. Berichtje. Hey Sander, dit is mijn nieuw nummer. Gloria. Oh. Hey, Gloppie. Alles goed? Vraagteken. Oh. Bois, niet zo goed. Ik ben mijn gsm kwijtgeraakt. Oei. En mijn portefeuille. En daar zat nog 50 euro in. Oh. Dat is heel vervelend. Wanneer ben je hem kwijtgeraakt? Vraagteken. Gisteren. Allee, dat is straf. Ja, gisteren waren wij er nog. Sleepover party met de pyjama. Meezingen met liedjes van Like Me tot een god in de nacht. Dat was crazy. Maar toen had ze haar gsm dus wel nog, hè. Hier lijkt iets vies mis. Zo vervelend voor jou, Gloria. Kan ik iets voor je doen? Goeie vriend. Heel lief dat je dat vraagt, ja. Ik ging normaal met die 50 euro een cadeautje kopen voor mijn mama haar verjaardag. Maar nu heb ik dat geld niet meer. Zou je me even wat kunnen lenen? Je mag hierop storten. Allee, rekeningnummer en al. Ik wist niet dat je mama jarig was. En ja hoor, dan geef je het me maar terug volgende week. Goeie vriend, ik zeg het. Ik moet hier dringend uitvissen wat hier aan de hand is. Het lijkt alsof iemand doet alsof hij iemand anders is online. Dit stinkt naar een rotte catfish. Even betalen. Even typen. Elvis, dat is mijn gsm, hè. Dus jij mag niet typen. Elvis, wat zei jij? Ah. Ah ja, dat is wel waar, eigenlijk.